weer morgen, schat. Is er nog nieuws? Het wordt een warme dag. Een uithangbord waar een letter uit moest vallen. En, ja, omdat we dachten het moet gaan over verval. Dus er moest iets gaan instorten. En er moest een voorteken zijn waarin dat duidelijk zou worden. En dat, toen hebben we dat uithangbord bedacht. Toen dachten we, oh ja, dan is het dus ook een benzinestation. En toen zijn we verder gaan brainstormen en ja. Verzinnen. Ja. Krijg je een echtpaar, wat gebeurt er dan? Nou, komt iemand langs. Ja, de mensen die nooit weg kunnen en de reiziger die natuurlijk altijd onderweg is. En opeens strand hier. Ja, zo zijn we verder gaan denken. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this land of woe. There is no sickness, no toil, no danger in this bright land to which I go. Eigenlijk starten we altijd vanuit beelden die we verzinnen. Dus dat was nu ook wel aan de hand. We beginnen eigenlijk gewoon materiaal te verzamelen door beelden of scènes of ideeën. En daar werd miniatuur gewoon onderdeel van. En hoorspel kwam daar vrij natuurlijk bij. En, nou ja, zo zijn al die verschillende elementen, zoals dat ongeluk met de automobilist. Dat ontstaat er gewoon vanuit, nou, hoe kunnen we een ongeluk uitbeelden? Nou, mail, ventilator, gaan we ermee prutsen, autoruit moet pas nodig. En hoe kun je het zo simpel mogelijk houden en toch zo veel mogelijk tot verbeelding laten spreken. Staan. En toen dachten we van als we nou hoe kleiner het huisje dat we nemen, hoe groter de omgeving wordt. En toen hebben we later de hele miniatuur geïntegreerd in het verhaal. Dus dat het, nou ja, dat het de hobby van de man is in eerste instantie. Ja. En dat is uiteindelijk is dat met het construeren van de rest van de voorstelling ook een beetje een eigen leven gaan leiden. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. Ah ha ha ha.